Hoi iedereen, met Sophie van Harmenaes hier. Graag had ik jullie enkele tips gegeven om na de lange vakantieperiode toch weer een gezonde start te maken. Omdat ik merk dat er toch wel een aantal mensen zijn die het daar moeilijk mee hebben de afgelopen weken. Een eerste zaak is dat mensen vaak wat meer gezondigd hebben op vakantie, wat ook volstrekt normaal is, maar zich dan voelen als ik ben hervallen. En dat is een foute denkpiste. Je bent helemaal niet hervallen. Je hebt gewoon een rustigere vakantieplanning gehad en nu moet je gewoon terug een frisse opstart maken en je herpakken. Dus het zoeken naar de juiste balans, en die balans is altijd 80% gezond, 20% om te zondigen. Verder wil ik jullie graag nog 4 concrete tips aanreiken om het jullie makkelijker te maken om na de vakantie weer die gezonde start te maken. De eerste tip is: drink voldoende water. Een 2 liter is wat men adviseert. Er bestaat een heel gemakkelijke app en die geeft je aan hoeveel je zou moeten drinken voor je lengte en je gewicht. En die motiveert enorm om die goede opstart te maken naar meer water te drinken. Een tweede tip is: start weer met het gezonde ontbijt. 'S Morgens een havermout of wat Weetabix of een granola. Allemaal gezonde dingen waarmee je kan variëren. De derde tip is: ga zeker voor 2 keer groente per dag. 'S Middags bij de boterhammetjes, want dan heb je extra vezels binnen en het geeft je meer vulling, zodat je in de namiddag minder trekmomenten hebt. En uiteraard, 's avonds een grote groenteportie bij je vis of vlees. En als vierde om mee af te sluiten, zou ik zeggen, de overbodige suikers die je in de vakantie wel eens neemt aan extra alcohol, een ijsje, een gebakje, een croissantje, ga die weer houden voor het weekend en door de week niet meer. Dat je door de week weer die 80% gezond behoudt en die 20% uitzonderingen en zondigingen kunt houden voor het weekend. En zo blijf jij je fit voelen in je lijf. Ziezo iedereen, ik hoop dat jullie met deze tips een gezonde wederopstart kunnen maken na jullie vakantie. En mocht het op een of andere manier niet lukken, laat het dan zeker niet na om contact op te nemen met jullie coach. Mochten jullie meer vragen hebben of meer ondersteuning wensen, kunnen jullie steeds contact opnemen met Harmenaes via www.harmenaes.be of jullie mogen Harmenaes ook steeds telefonisch contacteren. En dat kan op 0496 501 620. Heel veel succes iedereen en ik wens jullie gezonde en lekkere dagen toe. Bye!